In Nederland gaan er jaarlijks vele kilo's fruit verloren omdat het simpelweg niet van de boom wordt geplukt. Dit terwijl er tegelijkertijd mensen zijn die moeite hebben om rond te komen. Vrijwilligers van het initiatief Fruitig Idee plukken dit fruit dat anders verloren gaat om te doneren aan de voedselbank. Zo ook in Slijk-Ewijk. 4 jaar geleden is het idee ontstaan om fruit te gaan plukken voor de voedselbank. Reinoud Post, een van onze andere vrijwilligers / coördinatoren, die was tijdens de wandelingen was het hem opgevallen dat er toch wel heel veel fruit verloren gaat. Hij liep langs de boomgaard en ziet hier langs op de grond fruit liggen, appels, peren. En ook in de bomen wat dan toch fruit blijft hangen. En toen had hij zoiets van, ja, dat is eigenlijk toch zo zonde. Daar zou toch iets mee gedaan kunnen worden. En toen had hij het plan voor zichzelf opgepakt om dat te doen voor de voedselbank. Ondertussen is er een organisatie ontstaan van ruim 50 vrijwilligers die van eind juli tot november appels, peren, pruimen plukken. Nou, omdat het eigenlijk doodzonde is dat al dat fruit verloren gaat, gewoon de grond valt of blijft hangen tot het verrot. Het kan heel goed gebruikt worden in de voedselbanken. Ik ken Reinoud van vroeger, dus die heeft het eigenlijk opgezet. En ja, toen dacht ik, waarom zou ik niet gaan helpen? Het is mooi weer, het is lekker bezig zijn, ben met pensioen, ben lekker buiten. En het is voor een goed doel. De pluk- en napluklocaties zijn bij professionele fruitdelers, particulieren en gemeentelijke terreinen. En de opbrengst groeit jaarlijks. Vorig jaar hebben we 30.000 kilo geplukt. Dus dat was op zich inderdaad voor ons ook een hele mooie prestatie. En we vinden het heel leuk om te kijken of we elk jaar weer een klein beetje hoger kunnen komen. Ja. Dus je begrijpt het, onze doelstelling is ook weer 30, maar liefst 30 plus voor dit jaar. Dat gaat allemaal naar de voedselbanken. Welke voedselbanken zijn dat en hoe gaan die ermee om? Want die kunnen natuurlijk niet in één keer 30.000 kilo appels en peren verwerken, neem ik aan. Nee, wij werken voor 2 voedselbanken. Voedselbank Nijmegen, voedselbank Arnhem. We hebben ongeveer de verdeling dat 1/3 gaat naar Nijmegen toe, 2/3 naar Arnhem. Voor de komende jaren zoekt Fruitig Idee nog pluklocaties. We zijn nog steeds hard op zoek naar nieuwe pluklocaties. Het liefst professionele fruittelers waar we de napluk kunnen uitvoeren. Voor onze mensen is dat prettiger plukken. We hebben meer kilo's voor de voedselbank. En daarmee is iedereen ermee gebaat.